De feestdagen staan weer voor de deur. Dit geeft veel mensen aanleiding om eens wat vaker en soms wat dieper in het glaasje te kijken. Voor 4 op de 10 Nederlanders betekent de decembermaand een hogere alcoholconsumptie, zowel binnen als buiten de deur. Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders de meeste alcohol drinken in huiselijke sferen. Onder onze populatie van 25 jaar en ouder drinkt 84% wel eens een alcoholhoudend drankje, waarvan 39% thuis 5 of meer dan 5 glazen per week nuttigt. Mannen drinken vaker bier en vrouwen drinken vaker witte wijn. Veel Nederlanders zijn niet op de hoogte van de feiten rondom alcohol. Zo weet bijvoorbeeld meer dan de helft niet dat een standaard glas whisky dezelfde hoeveelheid alcohol bevat als een glas bier, wijn of jenever. En ook is ons koppige volkje ervan overtuigd dat één jeneverglas gelijk staat aan 2 biertjes. Zoals je merkt, over alcohol bestaan nogal wat misverstanden. En feiten en fictie worden door elkaar gebruikt. Drinkwijze wil hier verandering in brengen. Kennis van alcohol is namelijk van groot belang om verantwoord te drinken. Het lanceert daarom een speciale app. De app bevat een drinkdagboek die jouw exacte drinkgedrag weergeeft en laat weten wanneer je aan je maximale dagnorm zit. De app geeft ook informatie over het aantal calorieën, promillages en algemene drankinfo. Hopelijk blijft de nuchtere Nederlander met het gebruik van deze app gewoon van zijn drankje genieten. Maar gaat hij een stukje wijzer het nieuwe jaar in. Download de app nu via www.drinkwijzer.info of surf naar drinkwijzer.info voor meer informatie.